Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door Zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen. Goedemiddag mevrouw Van der Meijs. Zo, goedemiddag meneer Willems. Wat hoor ik nou? Bent u weer op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester? Ja, ik ben op zoek. Ik heb al, dit is mijn laatste school, 3 scholen bezocht en dit wordt de 4e. Oké, u gaat de kinderen informeren over het kinderburgemeesterschap? Ja, nou ja, wat het inhoudt, waar je op moet letten, of je het leuk vindt. We gaan het ook hebben over de keten, er komt een nieuwe keten. Dus we hebben geleerd in het eerste jaar, dus... We gaan weer op zoek naar een goede kinderburgemeester. We hadden er een hele goede en we hopen er weer een te krijgen. Ja, maar je bezoekt hoofdzakelijk kinderen uit groep 7, heb ik begrepen. Waarom bewust gekozen voor die groep? Nou, groep 7 zijn kinderen die heel goed weten wat ze willen en wat er zou moeten gebeuren voor kinderen in Doesburg. En ze doen het voor een jaar, dus van de helft groep 7 naar de helft groep 8. En waarom doen we dat? Want als je nu in groep 8 zit, dan ben je hartstikke druk met het zoeken van de nieuwe school. Misschien een CITO-toets doen. Dus we hebben gezegd, nee, dat gaan we toch... We kiezen voor de helft groep 7 tot de helft groep 8. En dat is vorig jaar goed bevallen. En nog voor even mensen die het niet weten van wat houdt de kinderburgemeester in? Wat doen ze allemaal? De kinderburgemeester zijn eigenlijk twee... Je kunt een beetje in tweeën delen. Het lijkt een beetje op het werk van een grote burgemeester, een grote mensenburgemeester. Met een moeilijk woord representatieve taken. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld de kermis opent, Sinterklaas mee inhaalt. Een kindermuseum hebben we afgelopen jaar geopend. Met de kerstman de kindercentra run afschieten. Nou ja, dat zijn allemaal dingen die een kinderburgemeester kan doen. Dat gebeurt altijd in overleg. Maar daarnaast ben je wel kinderburgemeester van alle kinderen in Doesburg. Dus dat betekent dat je... ook bekend moet maken dat je dat bent en dat kinderen met ideeën of klachten of naar jou toe kunnen komen. Je moet ook naar ze op zoek gaan en dat bespreek je met mij een paar keer per jaar en dat geven we ook wel door als er wat is. Oké, nou, u heeft 1 jaar ervaring met de kinderburgemeester. Ja. Hoe kijkt u daarop terug? Ik vond het heel erg leuk. Het heeft ook best wel wat opgeleverd. Toevallig ging de gemeente is aan de gang met bijvoorbeeld ook het beleid over kinderspeelplaatsen en zo. Nou, daar heeft de kinderburgemeester een heleboel goede ideeën voor opgehaald. En als echte burgemeester heeft toen een ambtenaar daar netjes een advies voor de wethouder van gemaakt. Dus ja, dat heeft ook wel wat opgeleverd. En af en toe waren er wat dingen dat hij zei, nou, dit moet opgelost worden of kunt u daar eens even naar kijken. Dus dat heeft prima gewerkt. Dat heeft een schakel tussen de jeugd en het gemeentebestuur. Ja, en we hebben er ook van geleerd. Het kan misschien nog wel wat beter. Maar hij heeft het zeker voor... we wisten ook nog niet van, gaat het allemaal wel lukken? Het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Hey, ik ben NS, de kinderburgemeester voor nu dan. Ik ben in 2018 kinderburgemeester geworden. Ik vond het superleuk. Tot nu toe wel echt de gaafste ervaring, vetste ervaring, leukste ervaring die ik heb gehad. Het is ook vooral voor mij, ik vind het wel heel tof dat ik dat kan zijn. Want iedereen kon het zijn, elk kind die toen 11, 10 jaar was, die kon zijn. De week van het geld openen met mijn school, dat vond ik echt heel vet. En dat gaf wel iets moois, zeg maar, dat als eerste iets was. Een goede babbel, dat heb ik wel. Een beetje creatief, goede ideeën hebben. Gewoon, ik denk wel jezelf blijven en lekker spontaan zijn. Je hoeft je niet te schamen voor dingen die je, als je iets doet, gewoon lekker losgaan. En juist trots en blij zijn op dat je kinderburgemeester bent. Dat is wel het belangrijkste. Voor mij was dat wel het belangrijkste. Ik heb wel een paar afspraken gehad en dan heb ik ook dingen verteld wat kinderen bijvoorbeeld wouden, dat heb ik laatst gedaan. En ik ben van plan om bij de Horizon Stad nog 1 keer naar de kinderen te gaan om op te vragen.
En dan bij de laatste afspraak dat neer te leggen en dan is het denk ik voor mij klaar. Kinderen kunnen bij mij dingen los vertellen en dan geef ik dat door aan de burgemeester en die pikt het dan weer op. Voor mij zit het erop. Ik ben een jaar lang in kinderburgemeester geweest. Maar jij kan het wel worden, dus geef je op en doe gewoon mee. En ja, je ziet het wel, weet je. Iedereen denkt wel dat dat wilt worden. Een paar vlieg ik in dat diep, maar ja. Dus geef je op en succes mee als je kinderburgemeester bent. Dus doei, hè. Doei. Hoe zijn de reacties van de kinderen tot nu toe in de scholen die u bezocht hebt? Nou, als ze allemaal gaan solliciteren, als ze zeggen dat ze gaan solliciteren, dan hebben we nog een heleboel bult werk. Ja. Maar meestal, ik verwacht wel een aantal reacties en we kijken hoeveel we er gaan uitnodigen. Misschien allemaal en misschien gaan we van tevoren een keuze maken. En dan wordt het gewoon een hele gezellige middag. En daarnaast, daarna komt er weer die heuse persconferentie waar we dan bekend gaan maken wie het geworden is. Ik wens je veel succes en sterkte. Dankjewel, ja. Dankjewel. Dit item op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door zwembad Den Helder. Ideaal om uw decemberkilo's weg te zwemmen.